zeggen, ja, ik sta hier op Parkpop. Hey, wie ben jij? Jij bent? Mandy. We staan nu voor het Guldenhuis van Florence. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. Meneer, dat mag niet, hè? Je mag niet zomaar op het gras rijden. The floor. Hey, Mr. Levert dat nog wat op? Why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle it down to the floor. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. Down to the floor. Nou, de laatste keer stonden we zo dus tegen het busje toen we werden opgepakt met de hele omroep. Ja, dit keer zijn we gewoon op bezoek om te kijken van hoe gezellig het is hier bij politie brandweerfeest. En ja, dit keer hoeven we niet onterecht mee. En ja, het blijft wel leuk, hè. Die kinderen die hebben er nou geen besef van. Maar als je uiteindelijk wel eens een keer echt opgepakt wordt, ja, dan zit je wel anders. Dan zit je niet meer zo vrolijk in dat hockey daar. Nou, er zijn hockeys van ongeveer 2 en dan 4. Dus in totaal kunnen er 6 mee. Nee, meer dan 6 zelfs. En ja, het blijft leuk voor de kinderen. Ik ga dit keer zelf er niet in, want ik heb nog een beetje trauma van vorige keer. Dus ik zou zeggen, veel plezier kinderen. Wij gaan weer even een stukje verder lopen. Ja, waar staan jullie precies voor? En waar in de regio Den Haag lopen jullie? Wij lopen in de Morgenstond, hier aan de overkant van het Zuiderpark. Wij lopen daar rond omdat we één keer in de avond in de week in de buurt om te kijken naar stoppen, kapotte verlichtingen, grof vuil die verkeerd aangeboden is. En wij ondersteunen vaak ook de politie met activiteiten van fietsendiefstal, auto-inbraken, gewone inbraken. Dan worden wij dus als dit team gevraagd om mij te helpen. Nou, ik heb dit gekregen en dit hele zak met spullen erin. Oké, maar je hebt niet echt in een motor gezeten of in een politiewagen? Niet echt. Nou, in een springkussen geweest. Oké, en was het een beetje leuk? Want het is best wel warm, hè, op zo'n springkussen. In een springkussen is het wel warm, maar er zijn ook veel kinderen en dan kan je mee lol maken. Wat kunnen de mensen hier ontvangen? Wat kunnen ze krijgen? En wat is de veiligheid om je fiets eigenlijk goed te beveiligen? Nou, gewoon een heel goed slot te nemen, zoals deze, een heel goed slot. Die kunnen ze wel open krijgen, alleen het duurt wat langer, deze. Dit is een beetje het gereedschap waar de mensen dus de kettingen mee openmaken. Dus altijd zorgen dat je goede kwaliteit stopt. Ja, de betonstonstonschaar, hoe noemen ze dat? Nou, zoals je kan zien, regio 15 is er ook weer bij. De calamiteitenploeg, die altijd foto's maakt en ons op de hoogte houdt van wat er allemaal gebeurt. En het is altijd wel lachen als er wat op Scheveningen gebeurt bij ons. Ja, wie is er dan als eerst? 15 of Omroep Scheveningen? Ja, dat kan er maar eentje zijn, hè. En dat is Omroep Scheveningen. Daar komen zij met vuurrode wagens. Sirenes looien fel. De brandweer werkt zo snel, gewapend met hun helmen en hun brandspuit. Bestrijden zij vol moed een brandende hel. Kijk eens even! Oh, dat moet je er wel even heen! Goeie genade, we hadden net over vliegles, maar hij kan echt vliegen. Ik denk, je gaat er omheen, maar hij springt er gewoon overheen. Hij springt er gewoon overheen en hij heeft het pakken, zeg. Hey Marco, kunnen we dat dadelijk ook nog van de andere kant zien? Want ik vind het wel goed, zeg. Natuurlijk. Kijk, dat is wel je, die collega's van de hondenbrigade, die werken echt mee. Hij had maar een heel klein aanloopje en zo was hij over je auto heen. Klap om te zien, zeg. Je hebt toch ook een geluk, hè, Jos, dat je op de eerste rij mag staan. Ja, dat heb ik zeker geluk, maar ik ben wel blij dat ik hier sta, trouwens. Niet achter die auto. Jongens, geef ze een heel groot applaus. Yo.
Nou, we staan hier bij het huis en dat gaat over voorlichting van hou je schoorsteen schoon. Ja, dat is heel erg belangrijk, want daar komen de meeste brandjes ook vandaan. En hey, wat toevallig ook hè, huisnummertje 112. Ja, en natuurlijk heb je ook de afdeling bekeuringen van je autootje. Natuurlijk het flitsen. Hij staat daar. Nou, ik ga eens kijken of hij mij ook kan flitsen. Ik hoop dat hij mij heeft geflitst. Ik ging zo hard er voorbij. Want snelheid hè, maar ik denk het niet. We gaan het snel verder kijken. Ja, de jonge man die daar net zat te toeteren, die hoort eigenlijk een bekeuring te krijgen. Kijk, zie je, van onnodig toeteren is dat. En deze wagens, die kennen wij. Ja, hallo. Je vindt het wel heel erg leuk, hè? Ja, deze wagens kennen wij natuurlijk ook op onze basis van Scheveningen. En die jongens zijn er ook weer gezellig bij. En we hebben nu wel de politiekant gehad. En we gaan nu kijken bij de brandweer. Kijken wat hun te bieden hebben voor de kleintjes. Ja, nou weten we dat je er bent. En hoe vinden jullie het hier, jongens? Goed. Ja, is het leuk? Ja. Rijdt hij een beetje lekker? Ja. Ja? Al veel kilometers gemaakt? Beetje driften ook, hè, ermee? Ja, toch? Hey, veel plezier. Ja, deze buggies, die kennen we ook wel natuurlijk. Die hebben heel wat rondjes gereden hier in het Zuiderpark toen met het oude stadion nog. En de toekomst zit erin, hè? We zijn er helemaal klaar voor om helemaal los te gaan. En ze vinden het hartstikke leuk, hè? Als ze maar naar hun zin hebben, daar gaat het om. Ik weet niet waar ze de brand zien, maar volgens mij zien ze water branden, dat ze dat dan blussen zijn. Nou, dit was het brandweerpolitiefeest 2015 op het Zuiderpark. Hey, ik heb tenminste genoten, ik hoop de mensen hier ook. Ik hoop jullie ook natuurlijk. En we zijn nog even lekker brandjes aan blussen, maar wij gaan er vandoor. Hey, misschien dat het volgend jaar weer komt, ik weet het niet zeker. Maar als het er weer is, dan zijn wij erbij. Hey, tot de volgende aflevering. Even geluid uit, ja, dank je. Ik ben aan het werk.